De 26-jarige Vincent Adaba is behalve dansdocent en jeugdparlementariër ook bezig in de horeca en de mode-industrie. Wat inspireert deze bezige bij? Het allereerste is wakker worden, want ik vind een wiki, dat is al nou leuk. Dus dat is mijn inspiratie elke ochtend, zolang ik wakker ben, probeer ik mijn doelen voor te zetten en targets te halen. Het heengaan van zijn guru en oom Caprino Alendi en het missen van de kans om als 11-jarige Suriname te vertegenwoordigen zijn twee dieptepunten in zijn leven. Maar dit zijn momenten voor hem geweest waaruit hij heeft kunnen leren. Ik probeer altijd sterk te blijven om mijn doelen verder te realiseren. Winston heeft ook genoeg mooie momenten gehad in zijn leven. Ik werd als de allereerste jeugdparlementariër gekozen. Dat was een van mijn hoogtepunten. Verder was ik, of ben ik geweest als background dancer van heel wat artiesten, Surinamers, zoals internationale artiesten. Ik heb mogen meedoen aan Got Talent Suriname. Ik heb daar eerste plaats behaald. En ja, natuurlijk niet te vergeten mijn eigen onderneming starten. En het lesgeven, kan je zeggen. Uiteindelijk had ik zoiets van, ik heb de kans gehad. Het is mij aangeleerd. Waarom kan ik het niet verder aanleren aan anderen die dat leuk vinden? Ik haal ook inspiratie uit mijn studenten. Vooral de kleine pukjes. Wanneer je ziet dat ze echt genieten van hetgeen dat jij aan ze hebt geleerd. En dan geeft het je het gevoel dat je goed bezig bent. Je wilt doorgaan en doorgaan en nogmaals doorgaan. Maar dan gaan we niet van begin aan lukken te zien. Dan gaan we sowieso door. Als je een doel hebt, ga ervoor. Ga ervoor. Je valt alleen als je geen stap hebt gemaakt. Als je niet bent begonnen, dan pas val je. Want als je bent begonnen, heb je nog een kans om het te halen. Dus alles wat ik kan zeggen, tampusu. If you have one drink, go for it. Tampusu. 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 Ogo. I must go. Lobby. Productie van RD Videography.